Cornimo. Vannacht kregen we reeds een voorproefje van het weer dat ons te wachten staat vandaag. Af en toe een korte plensbui. Zwitserland verleent zijn naam vaak aan streken die eraan doen denken. Voor België heb ik weet van drie streken die Klein Zwitserland worden genoemd. Maar Klein Finland was nieuw voor ons, tot vandaag. Het noordoosten van het departement Haute-Saône wordt wel het plateau de Mietang genoemd. Wie de plassen zou tellen, komt boven de 1000 uit. Sommige meren zijn ontstaan door gletsjers. Andere werden door de mens aangelegd als visvijvers. De meren liggen in een landschap dat aan Finland doet denken, door het veen, de berkjes, heide, brem en jeneverbes. Maak niet de fout zoals ik deed gisteravond, door te denken dat plateau betekent dat het fietsparcours vlak zou zijn. Er zaten enkele stevige kuitenbijters tussen. We breiden zelf een route bijeen met deels een parcours dat ik vond bij Routeau. We vertrokken vanuit de camping met een stevige afdaling, dus dat beloofde voor de terugkomst. We betaalden trouwens 12 euro, alles inbegrepen. Er zijn kamperplaatsen die het dubbele kosten. En we mochten zonder problemen blijven staan tot 4 uur in de namiddag. Tijdens de fietstocht speelde de regen een kat-en-muisspelletje met mij. Telkens ik mijn regencape aantrok om mijn telefoon, die gemonteerd is op het stuur, en fototoestel te beschermen, hield het op met regenen. Na bijna 65 kilometer reden we moe maar voldaan de camping op en namen er onmiddellijk een verkwikkende douche. De fietsbatterijen werden snel terug bijgeladen voor morgen. Het was de bedoeling om nog een zuidelijke bocht te maken naar Vesoul, zo mooi bezongen door Jacques Brel, maar we kozen ervoor om verder naar het noorden terug te keren en nog een tweetal activiteiten af te werken die nog op het lijstje stonden van vorig jaar. Dit houdt in dat we nu niet meer in de Franche-Comté staan, maar net over de grens in de Vogezen. Gelukkig zijn de weersvoorspellingen voor morgen beter dan vandaag, want een half uur na onze fietstocht is het serieus beginnen regenen, tot nu. 5 uur, het uur waarop we ons het liefst settelen.